Een vrouw is afgelopen zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt nadat zij met haar elektrische rolstoel naar beneden viel. Het voorval gebeurde in het verzorgingshuis De Schakelhof aan de Oude Klapstraat in Wijchen. Bij de val kwam de vrouw in een benarde positie terecht. Toegesnelde hulpdiensten werden vergezeld door een traumahelikopter. De vrouw is uiteindelijk door de brandweer bevrijd en in de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een arts uit de traumahelikopter reed daarbij mee. Over de aanleiding van het ongeluk is nog veel onduidelijk. Ook hoe het nu met de vrouw is, is nog onbekend.